Hey guys, ik ben er vandaag met de beloofde Dutch Comic Con shoplog. En eigenlijk kan ik de titel net zo goed Harry Potter shoplog maken, want volgens mij heb ik letterlijk alleen maar Harry Potter spullen gekocht. Mocht je de twee Dutch Comic Con vlogs nog niet gezien hebben, raad ik je echt aan die eerste of vier na te kijken. Met name de zaterdag heeft het echt letterlijk alleen maar bestaan uit geld uitgeven, maar ik had als excuus voor mezelf dat ik de maandag daarna jarig was en dat we een paar jaar geen Dutch Comic Con gehad hebben, dus dan moest ik zeg maar voor een paar jaar inhalen. En in deze video laat ik dus al mijn aankoopjes aan jullie zien. Mocht je nou houden van Harry Potter, cosplay of andere nerdy geeky dingen, vergeet dan vooral niet om te abonneren, dan blijf je op de hoogte van mijn wekelijkse video. En dan ga ik nu snel door met alle spulletjes aan jullie laten zien. Als eerste ben ik zaterdag echt instant naar een kraampje van Lisanne, Lisanne's World op Instagram volgens mij, gerend. Want die verkoopt dus zelfgemaakte Pikmi Puffs. En ik had gehoord dat die snel uitverkocht ging en ik moest er eentje hebben, dus dat was instant erheen om die te kopen. Kijk nou hoe schattig het koppie is en ze hebben dan blauwe oogjes en heel veel details. En het is dus van een soort van hard plastic volgens mij, dus het gaat ook niet snel kapot. En het is echt enorm zacht. En het allerbeste is dat het dus een hele sterke magneet heeft. En daardoor kan je het op je schouder zetten. Ja! Oh. En die wil ik dus voor cosplay en zo gaan gebruiken. En deze zit echt super goed vast. Ik heb daarboven de Pick Me Puff knuffels van officiële Harry Potter merchandise staan. Maar eigenlijk vind ik deze veel mooier. En die magneet is dus zo goed dat als hij in één keer dicht schiet zonder dat ringetje eronder, dat je hem gewoon moeilijk, je krijgt hem open, maar moeilijk. Dus zo goed blijft hij vastzitten. Dat is die. Extreem verliefd erop. En deze waren volgens mij rond de 40 of 50, 40? Volgens mij 40 euro. En toen had ik deze dus gekocht. En toen had ik een optie en liep ik daar weg en dacht ik, weet je, eigenlijk heb ik er nog één nodig in mijn leven. Dus toen ging ik terug voor deze. Verklaar me voor gek. Ik weet niet wat ik er met twee moet. Ja, ik weet wel dat ik er met twee moet. Want het staat gewoon leuk naast elkaar en leuk voor cosplay. Maar ja, twee Pikmi Puffs. Een super mooi paarsig kleurtje. En ik zit dus om te denken om eentje van deze voor mijn Luna cosplay te gebruiken. Ik weet niet of dat accuraat is, maar ik vind het wel een Luna dingetje. Ik weet alleen dat Luna erin geloofde dat deze dingen gingen zingen met kerst volgens mij. Dus dat zijn de schattige Harry Potter Pikmi Puffs. Gaan jullie zonder twijfel binnenkort nog terugzien in een vlog in cosplay. Ik denk dat ik ze ook naar Elvia meeneem namelijk. Dan heb ik ook van datzelfde steentje deze Chocolate Frog pin gekocht. En ook deze is van een soort van hard plastic. En kijk nou hoe schattig die is. Ik weet niet of ik deze daadwerkelijk als pin ga dragen. Ik denk dat ik hem gewoon ergens bij mijn schap leuk uitstal. Ik vind hem gewoon echt adorable. En dit was ook geval dat ik ging dus terug voor die andere Pikmi Puff. En ik dacht, weet je wat, als ik nu toch terug ben, dan koop ik die ook. En deze was... Ik heb dus geen bonnetjes of iets meer, maar volgens mij was deze rond de 10 euro uit mijn hoofd. Kira gaat trouwens weer los, dus sorry als je geblaf op de achtergrond hoort. En ik ga deze gewoon nu al bij mijn schap zetten. Oh my god, dat is adorable. Jullie kunnen het net aanzien, zo'n klein kikkertje, alsof hij over dat boek heen springt. Dat maakt me blij. Dan voor degene die de Dutch Comic Con vlog hebben gekeken, die hebben dit al gezien. Dit is een mystery doos met een van de Fantastic Beasts erin. Je kon een Alchemy krijgen, de Niffler... Boatruckle. Ik zat denk aan Pigget, maar Boatruckle. Of de Demiguys. En nu hoopte ik heel erg op de Demiguys, maar die heb ik helaas niet gehad. Ik heb de Niffler gekregen en ze komen dan dus met zo'n soort achtergrondje, maar die ga ik niet gebruiken. Ik ga hem gewoon zo in mijn schap zetten. En dit zijn dus miniatuurversies van de grotere van Noble Collectie. Deze waren volgens mij ook rond de 12 euro. En even ter vergelijking, dit is dan... Van de Noble Collectie, de Magical Creature, voor, mij gaat die voor rond de 40 ergens. Dus dan zie je dat het, zo'n trilhandje, eigenlijk dezelfde is, maar dan in het klein. Maar ik vind dit soort dingen dus echt top om in je schap ergens leuk neer te zetten. Echt een cutie patootie met leuke details erin. Maar ik had zo erg hoop op de Demiguys, omdat ik al de grote versie van de Niffler heb. En ook al de Alchemy en ook al de Boatruckle. Dus dan had ik iets geheel nieuws, maar goed, deze is ook cute. Dan nog zo'n mini dingetje. En dat is deze van Hermione. Ik heb letterlijk al die andere mini beeldjes al. Die je snel op de achterkant, zijkanten kan zien. Ik heb die andere toen de tijd ook allemaal bij Dutch Comic Con gekocht. Want ik heb ze nooit ergens anders online gevonden. Maar deze miste ik nog. En nu heb ik haar dus. En zo ziet ze eruit. Ze komt in die doos allemaal losse onderdeeltjes. En dan moet je er in elkaar zetten. Maar... Met name voor zo'n klein beeldje vind ik de details echt adorable. En ze houdt dus de Monster Book of Monsters vast.
En die heb ik in mijn verzameling liggen, dus ik denk dat staat dan ook leuk bij elkaar. Overigens kan je beeldjes nooit helemaal goed in elkaar zetten, want zoals je ziet zit haar hoofd nog een beetje los met een kier ertussen. Maar goed, als het gewoon zo staat, dan zie je dat niet. En ik weet dus niet waar je deze kan kopen, want ik heb deze echt nog nooit ergens anders gezien dan op Dutch Comic Con. Het trekt nu tot me door dat ik echt letterlijk alleen maar Harry Potter spullen gekocht heb. Dan heb ik voor 30 euro een andere Luna Lovegood bril gekocht. En ik zeg andere omdat ik er al eentje heb, maar die zijn dus niet precies hetzelfde. Ik heb hem er even bij gepakt voor vergelijking. Zoals je kan zien heeft deze twee paarse brilglaasjes die echt heel vies zijn. Want ik heb ze al best wel vaak met cosplay gedragen. En deze heeft twee kleurtjes. En ook dat patroontje erin is net ietsje anders. En ik vind deze dus denk ik mooier. Of in ieder geval ook meer lijken op degene in de film. Dus ik dacht, dit is top voor mijn Luna Lovegood cosplay. Wat? Sorry, ik raak het even afgeleid. Er staat dus hier op, warning, this bag is not a toy. Het is niet eens de bril, maar ze willen het plastic zakje. Wie zou nou denken dat het plastic zakje een tasje is? Is dit om tegen te gaan dat mensen in Amerika ze aanklagen? Oh, er staat dus op wanneer hij gemaakt is, in 2020. Ik kan me ook niet heugen dat er dus een ander soort bril is geweest ooit dan die ander die ik je net liet zien. Oh, interessant. Wat me wel gelijk opvalt, is dat deze vrij buigbaar is. En deze is echt heel stevig en hard. Ik zou daardoor zeggen dat ik deze kwalitatief beter vind. Maar ik vind deze meer lijken op degene die Luna dus echt in de film draagt. Omdat hij daar ook vrij dunnig lijkt. Oh ja, dit is een look. Ik krijg dan altijd de neiging om een hele slechte impressie te doen. I can see them too. You're just the same as I am. Maar deze wil ik dus zo op mijn hoofd gaan dragen met een pruik voor mijn Luna cosplay. Dan heb ik voor, volgens mij was het 15 à 20 euro, ergens rond dat bedrag, deze gekocht. En dit is dus een color changing potion bottle waar dan op staat Polyjuice Potion. En ik heb hem net even snel eruit gehaald om er wat rijtjes in te doen. Kijk nou, het lijkt ook echt op een soort van vloeistof wat er onderin zit. Het is dus wel plastic in plaats van glas. Maar goed, voor zo'n goedkoop bedrag had ik ook niet echt anders verwacht. Ik vind alleen dat je dat aan de zijkant ziet. Als je hem gewoon zo hebt staan in je verzameling, dan valt dat echt niet op. Oeh, gevonden. Ik wou dus zeggen dat die kurker ook echt vanaf kan. Ik zou niet weten waarom je dat zou doen, maar het ziet er dus wel realistisch uit. En dan voor het licht. Ik heb er net snel 3 AAA batterijen in gedaan. Die gaan erin. En dan schuif je hem gewoon aan de onderkant open. En ik vind het meevallen hoeveelheid licht die er zomaar vanaf komt. Ik denk niet dat je het echt als lamp zou kunnen gebruiken. En zoals je kan zien heb ik daar een klein hoekje met potion spullen. En daar ga ik deze dan bij zetten. Ze hadden hem ook nog een formaat groter. Dan was hij echt zo. Dat is misschien leuk als je hem als, weet ik veel, bureaulampje wilt gebruiken. Maar voor verzameling vond ik dit een prima formaat. Ik heb hem er gelijk bij gezet, maar ik zie nu al dat ik het licht uit ga doen. Want ik denk dat het heel irritant is als je dat op de camera telkens in die hoek ziet veranderen. Voor mijn kamer zelf is het wel leuk, maar dit is gewoon vervelend. Wacht even. We zijn er bijna doorheen. Ik heb nog twee dingetjes. Ik ga afsluiten met de knaller, al zeg ik het zelf. Eerst nog één ander ding. En dat is deze postcard van Mina Lima. Ik ga deze niet zelf opsturen, maar gewoon gebruiken. Hier zit een haar in. Ik ga hem niet opsturen, maar ik ga hem gewoon gebruiken als decoratie in mijn schap ergens. En wat hier dus leuk aan is, is ik hoop dat het overkomt op camera, met name mijn ringlamp. Maar als je hem beweegt, dan zie je Dumbledore ook echt bewegen. En er zit ook echt gold foiling op. Ik vind deze echt super mooi. Volgens mij was deze rond de 7 euro. En dat is best wel veel voor een postcard. Maar ja, als je hem als artwork gebruikt, dan vind ik het zeker waard. En hij is dus ook van Mina Lima. Degene die bijna alle paperachtige artwork dingen voor Harry Potter gemaakt heeft. En dan als laatste knaller. Ik ben hier echt verliefd op. Kijk nou, het is een stolp met erin Picket, of in ieder geval een boatruckle. En een mandrakeje. Oh. Mijn ringlamp is er niet helemaal mee eens. Dan probeer ik hem een beetje schuin te houden. Deze was volgens mij ergens rond de 60 euro. En je had dit kraampje ook in de vlog kunnen zien. Ze hadden dus allemaal van dit soort gave stolpen met Fantastic Beasts. Of in ieder geval met de meeste met een boatruckle en een mandrake erin. Dus het is handgemaakt. En ik vind het ook super leuk dat er dan eronder zo'n soort houtplaatje zit. Waardoor het er een beetje natuurlijk uitziet. Oh. Ik vind dit echt by far mijn beste aankoop van de dag. Want het is dus een winkeltje die al die dingen handmaakt. Als ik hem terugvind, dan zet ik hem hier neer. Ik hoop dat ik hem kan vinden. Dus dat is die.
Ik ga hem nu weer neerzetten, want ik ben echt super bang om hem te laten vallen of te beschadigen of iets. Nou jongens, dat was dan mijn Dutch Comic Con Harry Potter shoplog. De verzameling blijft maar groeien en uit de klauw lopen. En ik hoop echt al een jaar dat ik nog een keer een updated room tour ga doen. Die komt er echt aan, maar ik bewaar dat liever voor als ik een keer geen content heb. Als in, ik had nu allemaal Dutch Comic Con video's en die kan ik moeilijk nog later gaan plaatsen dan ik ze nu op plaats. Makes sense. Dan ga ik de video beëindigen. Wil ik jullie erg bedanken voor het kijken. Heb je dat nog niet gedaan? Laat dan een duimpje omhoog achter. Dan, ja, hoef ik alleen nog maar te zeggen. Doei, tot volgende week.